Ja, straks dus veel meer ijspret. Maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. En dan beginnen we met de vondst van het lichaam van Orlando gisteravond in Ypenburg. De politie weet nog niet hoe de jongen uit Rotterdam, 17 jaar is die om het leven is gekomen. Het lichaam werd gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. De jongen was toen al meer dan een week vermist. De vindplaats in Ypenburg is vandaag nog afgesloten. De politie doet verder onderzoek. Komende dagen wordt sectie verricht op het lichaam van Orlando. De politie weet nog niet hoe de jongen om het leven is gekomen. Alle scenario's staan open. We weten niet hoe hij in het water terecht is gekomen, of dat daar mensen bij aanwezig waren of niet. Nou, daarom willen we nogmaals een getuigenoproep doen. Zijn er mensen die meer weten hierover? Neem alsjeblieft contact met ons op. Hoe klein die informatie ook mag blijken of lijken. We willen dat heel graag weten, zodat we duidelijk krijgen wat is overkomen. Het lichaam van Orlando werd gevonden nadat er gisteren specifieke informatie was binnengekomen bij de politie. Ja, vorige week zondag keerde de jongen dus niet terug. En hij is dus gevonden in Ypenburg. En daar in Ypenburg is voor ons nu verslaggever Aniek Enthoven. Aniek, ja, er stond een herdenkingsdienst gepland, maar ja, die gaat niet door? Nee, dat klopt. Die herdenkingsdienst gaat niet door. Die herdenking was georganiseerd door de homogemeenschap van Den Haag en Rotterdam. Orlando was homoseksueel. Ze zouden hier op deze plek een herdenking organiseren, maar ze hebben zojuist laten weten dat die niet doorgaat. Zij zeggen: de politie heeft ons vriendelijk gevraagd om hier niet naartoe te komen. De politie doet op dit moment nog sporenonderzoek. Ze willen de politie niet in de weg lopen en hebben daarom gezegd: kom nou niet hier naartoe. Ze hebben die herdenking verplaatst vanavond naar het Vijand Theater in Den Haag. Om 6 uur kan je daar naartoe komen, een theater in de Schilderswijk. En ze zeggen: op een ander moment op deze plek gaan we Orlando wel herdenken.